day she was checking up for me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Ik ben 3,5 jaar geleden begonnen met dansen. En toen ben ik begonnen doordat ik zag Michael Jackson wel eens vaak dansen. En toen kreeg ik zelf ook een beetje zin om te gaan dansen. En toen werd het op een gegeven moment gewoon een uurtje in de week. En daarna werd het steeds meer en zo. Ik begon met breakdance, dus ik deed thuis een beetje breakdance dingetjes op de vloer. Een beetje handstand en zo. En toen ging mijn moeder op zoek naar dansscholen in de buurt. En toen kwam ik eerst bij Leidse Balletschool, waar ze toen ook breakdance deden. En vervolgens ben ik gegaan naar de dansschool waar ik nu nog steeds op zit. En de eerste deed ik daar alleen breakdance en toen ging ik door. Toen ging ik hiphop doen en alles. Ik ben begonnen met dansen toen ik 9 of 8 was of zo. Gewoon omdat het leuk was, dansen. En ik voelde wel, met de muziek kon ik wel gewoon mee dansen en zo, in het ritme komen. En toen, toen ging ik een keer mee met een vriendje naar de dansles. Toen kwam Brenda naar me toe, de eigenaar van de dansschool, waar ik nu nog steeds dans. En die vroeg of ik bij het demo-team kon dansen. En toen wou ik dat wel. En nu zijn we met z'n 3 hier gekomen. Yes.